Maassluis is sinds kort een skatewinkel rijker. En niet zomaar een skatewinkel. In de zaak staan jongvolwassenen die in de bijstand zitten. Met het repareren van skateboards, het plakken van fietsbanden en het tewoordstaan van klanten doen zij ervaring op voor de arbeidsmarkt. De bedoeling is namelijk dat ze uiteindelijk een vaste baan krijgen. Mark Ramakers is jongerenwerker bij Welzijn E25 en begeleidt de cliënten van participatiebedrijf Stroomopwaarts. Ja, gebruikers van de skatebaan kunnen hier terecht om hun materieel te laten repareren. Denk wij aan skateboarden, steps, fietsen, BMX fietsen. Andere groepen, bijvoorbeeld oudere mensen uit het verzorgingshuis in de vloot, die kunnen hier terecht voor ook voor hetzelfde verhaal een fiets laten maken. Of misschien een rollator of andere hulpmiddelen die zij hebben. Door het contact met klanten en het bezig zijn met hun handen worden de cliënten klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Een van hen is Bahabelom. Hij helpt in het begin van het project mee bij het opknappen van de voormalige oude garage tot de skateshop wat het nu is. We hebben de laminaat op te leggen, die klein huis verven. We hebben gegaan naar Amsterdam, pet en t-shirt kopen. Ondanks dat de bijstandsjongeren in de zaak werken, zijn ze verplicht te solliciteren naar vast werk. Mark helpt ze daarbij. Per cliënt stellen we een plan op. We kijken naar de wensen en naar de achtergronden van de cliënten. Daarnaast binnen het centrum hier is er ook een jonge informatiepunt. Ik ben blij met werk. Ik ben niet goed alles Nederland praten, maar een klein beetje, maar ik ben zo blij. Ben je benieuwd geworden naar de skateshop? Zie jij jezelf hier staan of wil je misschien wel je fietsband laten plakken? Je vindt de winkel in het gebouw van In Blik aan de Vloot 208 in Maassluis.